In Zeeland mogen vakantieparken en campings vanaf morgen 15% van hun slaapplaatsen verhuren. Zeeland was een van de provincies met de strengste regels om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar nu staat de deur voor de toeristen weer op een kier. Mensen hebben er weer vertrouwen in. Mensen gaan daadwerkelijk boeken. En dat is voor ons van wezenlijk belang. Dat we in ieder geval voor de komende periode weer heel veel boekingen mogen ontvangen. Ook eigenaren van een vakantiewoning mogen onder voorwaarden weer in Zeeland komen overnachten. Meneer Polman, 15% en dan moet je dus 7 huisjes hebben. Wil je er 1 verhuren? Kijk, we leven in een omgekeerde wereld. Want Zeeland, bevolkingsaantal, wordt elk jaar verdubbeld door het aantal toeristen. Het is weliswaar maar 10% van het bruto sales product wat het toerisme inbrengt. Want we hebben grote havens, we hebben industrie, we hebben veel akkerbouw, we hebben nog heel veel meer. Maar de toeristische sector is wezenlijk. Dus we leven in een omgekeerde wereld, daar waar we begin maart. En ik heb ontzettend veel respect voor onze veiligheidsregio. Wij houden als commissaris het toezicht op de veiligheidsregio's. Burgemeester Loning van Terneuzen, die dat voorzit met alle burgemeesters en burgemeesters en met de zorgsector heel goed heeft gezien. En dat was een zure maatregel. Begin maart, Zeeland is op slot. Komt niemand meer in. En dat was het meest vergaand van de verschillende veiligheidsregio's. En dat heeft alles te maken met het feit dat we 2 ziekenhuizen hebben. Dat we niet de capaciteit hebben met alle patiënten om al die toeristen ook te kunnen opvangen als dat nodig is. En wat nu gebeurt is, de deur, en dat is natuurlijk mooi, op een kiertje. Ik zei vandaag, het is misschien een spleetje, want het is maar 15%. Ja. Kroegen blijven dicht, horeca dicht. Het is heel weinig. En daarmee hebben we natuurlijk en heeft de veiligheidsregio goed gekeken naar de zorgcapaciteit of dit verantwoord is. En het is de bedoeling dat mensen die komen, dat die gewoon rustig blijven. Het liefst in een huisje blijven. Natuurlijk af en toe van het prachtige Zeeland mogen genieten. Maar ze kunnen niet samenscholen. Kroegen dicht, terrassen leeg. Hoe gaat u dat handhaven? Nou, wat ik als commissaris heel erg mooi vind in Zeeland is dat de veiligheidsregio samen met de toeristische sector om tafel is gegaan. Ook samen met de provincie, de gedeputeerden hebben geholpen. Hoe kan dit verantwoord? En er zijn natuurlijk heel veel toeristische ondernemers die zijn teleurgesteld. Waarom niet meer? Want dit is zo weinig. En hoe gaan we dat in praktijk doen? Ja. Maar het overgrote deel is mijn stellige indruk zegt, wij moeten voorkomen dat we straks een tweede golf krijgen. Want dan zijn wij als toeristische sector een tweede golf van coronapatiënten, dan zijn wij helemaal weg. Maar ik heb dat niet zo goed begrepen. Dat betekent dat er wel begrip is voor die 15%, dat een hele voorzichtige. Maar de situatie in een tweede huis of een vakantiebungalow is toch niet anders dan in de gemiddelde woonwijk in Nederland? Nou, we hebben in Zeeland 320.000 overnachtingsplekken. We hebben ongeveer 20.000 tweede woningen. Dus dat zijn enorme hoeveelheden mensen die, als je het helemaal open zou doen, die dan de Zeeuwse bevolking zouden vermenigvuldigen. Dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Nou ja. Ze zijn ook in de zomer. Nou, welkom voor andere doeleinden. In de slechte zin van het woord. Het is van wezenlijke betekenis en dat vind ik echt. Want ik heb schrijnende situaties gezien. Ik heb ziekenhuis bezocht. Ben vandaag bij de GGD geweest. Dit is een hele voorzichtige, verantwoorde maatregel. Ja. Waar ook het overgrote deel van de ondernemers van zegt, we zetten die deur op een kiertje. Zeeland is zo'n gastvrije provincie voor iedereen. Maar hier kunnen we een klein stapje zetten. Ja. Het lijkt alsof jullie een vooruitziende blik hadden. Want in november, voor de eerste uitbraak van het coronavirus in China, hadden jullie met Veiligheid Zeeland al een nieuw risicoprofiel opgesteld. En opvallend genoeg ging het toen ook al over een griepvirus. Dit is de nieuwe Zeeuwse risicokaart, uitgelegd in een afbeelding. De regering staat er niet op, maar wel een overstroming en problemen met de kerncentrale. Die kunnen inderdaad verstrekkende gevolgen hebben voor Zeeland, maar de kans is klein dat ze gebeuren. Het grootste risico met de hoogste waarschijnlijkheid is een grieppandemie. Heel veel risico's hebben we bekeken. Er zijn er zelfs 42 in Zeeland. Maar de grieppandemie bijvoorbeeld is er één die valt eigenlijk wel op door de hoge waarschijnlijkheid. En dat betekent dat die kans dat zich voordoet vrij groot is. Ten opzichte bijvoorbeeld van dan een ongeval met de kerncentrale. Ja, dit is wel ironisch. Hè? 2 weken voor de uitbraak in Wuhan wisten de Zeeuwen dus al dat die pandemie de grootste bedreiging was. Is dat ook een van de redenen waarom dus in maart die beslissing is genomen van het hele toerisme gaat op slot?
Ja, ik heb ontzettend veel bewondering voor die veiligheidsregio, dat ze ook inderdaad in hun risicoanalyse dit hebben erkend. Ja. En daardoor natuurlijk ook in voorbereiding ook al zien van hoe moeten we dat doen als we gaan opschalen. Ik was vandaag bij de GGD samen met burgemeester Lonink. En er werd ook gezegd dat de GGD al langere tijd ook hygiëneadvies geeft aan zorginstellingen, aan andere instellingen. En zich daarmee eigenlijk ook al heeft voorbereid van wat gebeurt er als er zo'n pandemie uitbreekt. Zou je kunnen zeggen dat ik heb daar veel bewondering voor dat ze dat hebben gezien. Zou je ze kunnen zeggen dat Zeeland beter voorbereid was dan andere provincies door deze risicoanalyse? Ik zou dat niet zo durven te stellen. Maar wat ik wel zie is dat bij ons in Zeeland de mensen kennen elkaar. Kunnen makkelijk om tafel zitten om goede afspraken te maken. Ook tussen acute zorg en niet-acute zorg. Dit soort risicoanalyses kunnen worden besproken. Het is zelfs geoefend, nog niet zo heel lang geleden, door de veiligheidsregio met een oefening onder de titel Zeeuwse koorts. Waar deze mogelijke pandemie onderwerp was van hoe gaan we dan besluiten, hoe gaan we opschalen, hoe gaan we het organiseren. Oefenen is dus heel erg belangrijk, ook al denk je dit is zo onwaarschijnlijk, zal ons niet gebeuren. Als je weet met wetenschappelijke kennis en risicoanalyses dat het ooit een keer kan gebeuren, moet je je voorbereiden. Ja, bizar dat het inderdaad zo kort van tevoren dan in die risicoanalyse zat. Gewoonlijk wordt Zeeland natuurlijk ook wel, er komen veel Duitse toeristen op bezoek. De marechaussee probeert die nu sinds een aantal weken dus ook tegen te houden en niet Zeeland in te laten. Nu die 15% straks weer toegelaten wordt, hoe gaan jullie dat handhaven dat er ook geen Duitse toeristen richting Zeeland komen? Ja, het is 15%. Mm-hmm. Dat is niet zoveel. En dat zijn vooral mensen die de rust moeten komen zoeken en verder ook elkaar niet moeten opzoeken. We zien dat de grens met België is nog dicht. Dus de Belgen mogen überhaupt niet de grens over. Er zijn Duitsers soms met een tweede woning. Er zijn Duitsers die ongetwijfeld heel graag naar Zeeland komen. Want die komen elk jaar in grote getalen. Maar die weten en van hun eigen regering en ook onze marechaussee doet goed werk om uit te leggen, let op, je kunt er wel naartoe gaan. Restaurants gesloten, cafés dicht. Dus in dat opzicht is ook in die communicatie, ja, wordt het eigenlijk nog steeds afgeremd. Ja, ik snap alleen nog steeds praktisch niet helemaal hoe je nou precies gaat tellen dat maar 15% toeristen in de provincie komt. Nou, want dat is ook weer de Zeeuwse aanpak, zou ik willen zeggen. Samen met de ondernemers, die geven het elke dag op. We hebben een kenniscentrum toerisme. Daar hebben de ondernemers afspraken mee gemaakt. Die kunnen dat invullen. Er is een callcenter geopend. Vanaf morgen is dit van kracht. Maar vandaag werd er al ontzettend veel gebeld. Wat betekent dat voor mij? Hoe moet ik dat doen? Dus dat betekent dat op onze schaal we ook ondernemers in de ogen kunnen kijken. En hopen dat iedereen goed medewerking geeft aan dit beleid van de veiligheidsregio. Ja, de coronacrisis is natuurlijk al de tweede grote klap, zou je kunnen zeggen, die Zeeland dit jaar te verwerken krijgt. Eerst was het de marinierskazerne die niet naar Vlissingen kwam. Veel gedoe over natuurlijk. Er loopt geloof ik nog een proces waar jullie nog 53 miljoen eisen toch van de regering voor misgelopen inkomsten. Nu komt dit er nog bovenop. Kan Zeeland dit aan? Kijk, onze lijfspreuk is Luctor et Emergo. Hè? We worstelen en komen boven. Ja. Maar dat doen we wel met een manier dat we ook onze regering in de ogen kijken. En inmiddels hebben we heel veel bewindslieden ook in de ogen gekeken. Kijk, wat er is gebeurd is dat die marinierskazerne nog steeds om onduidelijke, vinden wij, niet overtuigende redenen. U was woedend, u was heel boos. Ja, soms moet je boos zijn. Maar wat hier belangrijk is, is dat we op dit moment, het kabinet heeft gezegd, het is een voorgenomen besluit dat we niet komen. Maar dat kan alleen maar definitief worden als Zeeland goed wordt gecompenseerd. En dat betekent inderdaad tientallen miljoenen aan kosten die we al hebben gemaakt. En er is nu een speciaal adviseur door de regering benoemd, Bernard Wientjes, de voormalige voorzitter van VNO-NCW. Doet goed werk, spreekt met veel organisaties in Zeeland en ook met de leden van het kabinet. Die is bezig om een pakket te maken aan de hand waarvan wij kunnen concluderen en het kabinet, dit is rechtvaardig om Zeeland zo tegemoet te komen. En ik verwacht eigenlijk voor de zomer dat we hier uit moeten kunnen komen. Dat is heel fijn om te horen, maar dat houdt natuurlijk geen rekening met de economische gevolgen van deze coronacrisis, die dus Zeeland ook heel hard raken. Kan Zeeland dit aan?
Ja, zoals ik zei, wij kunnen veel aan, maar het is schrijnend wat er gebeurt. En in de eerste plaats natuurlijk de mensen die getroffen zijn. Hè, die dierbaren hebben verloren. En dan zie ik in Zeeland dat mensen, ook al is het digitaal, om elkaar heen gaan staan, elkaar ontmoeten. Creatieve ondernemers zijn. Ik zag van de week het Centrum Beeldende Kunst. Die heeft, je kunt voor 100 euro een schilderijtje van een Zeeuwse kunstenaar kopen. En die past net door de brievenbus. Nou, dat hebben ze bedacht. Er zijn er geloof ik al 100 verkocht. Er zijn toeristische ondernemers die nu al nadenken over hoe die anderhalve meter samenleving vorm te geven. Ja. Ja, we hebben grote evenementen die niet doorgaan. Concert at Sea, we hebben prachtige musea. We hebben ongeveer 50 musea met ja, de bekendste natuurlijk het Zeeuws Museum, het Watersnoodmuseum, Bevrijdingsmuseum, het Polderhuis, noem maar op. En je ziet dat die sector wordt ook zwaar getroffen. Maar ook allerlei toeleveranciers. Dat toerisme is weliswaar maar 10% van ons bruto sales product. Maar er zijn natuurlijk in het vervoer, aannemerij. Er zijn heel veel investeringen die worden uitgesteld. Dus we krijgen een enorme slag. Maar de enige manier om recht overeind te blijven is om elkaar te helpen. Ik zie dat de provincie goed bezig is. De gedeputeerden die kijken hoe kunnen we ondernemers helpen. We hebben iets extra budget. Zodat mensen ook met een financieel specialist hun eigen bedrijf kunnen laten doorlichten. Hoe kunnen we helpen om de juiste loketten te vinden. Ja. Om ook de juiste rijksregelingen te vinden. En ik zie dat provincies overal in Nederland. Ik had van de week weer met al mijn collega's overleg. Dat we alles doen, soms ook op de achtergrond, om burgemeesters te steunen, maar ook om in onze voorzieningen te kijken. Wat is Zeeland, hoe kunnen we helpen? Zeeland toch een prachtige provincie. Oh, en jullie, bent straks weer allemaal van harte. En, u bent een tukker, notabene. Ja. Ik ben geboren en getogen in Twente, maar... Het is toch waar. Ja, maar we horen het. Het komt lukt helemaal het goed met Zeeland. Er wordt wel eens gezegd over sommige steden, maar ook over Zeeland. Je hoeft er niet geboren te zijn om er vandaan te willen komen. Nou. Dat gun ik jullie op. En dat is hartstikke duidelijk. Dat maakt het toch duidelijk met uw bevlogenheid. Dank u wel. De reportages van China-correspondent Sjoerd Den Daas voor het NOS-journaal gaven Nederland vanaf het prille begin van de